De wedstrijd Ajax-PSV is geëindigd in een gelijkspel. Het werd 1-1. Gaan we meteen naar Amsterdam, want Paul Post heeft de wedstrijd voor ons bekeken. Ja, het was een spannende wedstrijd, hè, Paul? Het was een enorm opwindend duel waarbij PSV een puntje uit het vuur sleept. Op basis van de eerste 75 minuten is dat pure winst dat PSV hier nog een puntje pakt. Op basis van het laatste kwartier had PSV zelfs kunnen winnen. De eerste helft was Ajax de betere ploeg met PSV een paar stevige counters. Maar bleef het 0-0. Na rust kwam Ajax op voorsprong. 1-0 was lange tijd de betere ploeg. Leek ook de knock-out uit te delen, maar dat lukte niet. Nou, PSV richtte zich op en uitgerekend Siem de Jong, die hier in Amsterdam zo'n verleden heeft, 4 kampioenschappen meegemaakt en die door de PSV-aanhang nog niet helemaal geaccepteerd wordt vanwege dat Ajax-verleden. Uitgerekend die Siem de Jong scoort de 1-1. En vandaar dat de kraker dus onbeslist eindigt met PSV misschien wel op basis van het laatste kwartier de morele winnaar. Ja, wat betekent het nou voor PSV, dit gelijkspel? Nou, dat PSV tussen hoop en vrees de winterstop in kan gaan. Het verschil met Ajax blijft beperkt. 3 puntjes, dat is te doen. Maar lachende derde van dit weekend is koploper Feyenoord. Die zien hun voorsprong met 2 punten uitlopen tot zowel Ajax als PSV. Die zijn even los, dus Feyenoord is het doelwit. Maar PSV en Ajax houden elkaar zowel op de ranglijst als hier vanmiddag redelijk in evenwicht. Dus wat dat betreft is er nog een beetje perspectief voor PSV om in de tweede seizoenshelft goed te maken wat in de eerste seizoenshelft niet lukte. Dankjewel, Paul vanuit Amsterdam. Ja, en de wedstrijd was niet alleen in Amsterdam te zien of gewoon thuis op de bank. Nee, ook in het Philipsstadion. Daar wordt dan wel niet gespeeld, maar de wedstrijd was er wel te zien. Daisy Schalkens, dat moet je even uitleggen. Wie kwam daar kijken? Ja, de jongste fans van PSV zijn door hun club uitgenodigd om vanavond hier in het Philipsstadion naar de wedstrijd te kijken tussen Ajax en PSV. En de laatste fans daarvan die verlaten nu het stadion, want het was een ontzettend spannende avond. De kinderen hebben enorm genoten en ja, het maakte volgens mij niet heel erg veel uit wat de stand uiteindelijk zou worden. Want ja, ze konden een avondje kijken in het Philipsstadion naar hun PSV. Dat is toch alleen maar genieten. Jongens, hoe gaat het met jullie? Ja, ik vind het heel leuk. Vooral dat je dan ook op zo'n scherm kan kijken. Ik vind het wel leuk dat ze het hebben gedaan. En had je nou niet liever in de arena gezeten bij de echte spelers? Ja, als dat kon, had ik het wel gevraagd. Nee, dat hoef ik allemaal niet. Dan moet je er helemaal naartoe gaan en dan moet je ook weer s'avonds naar huis. En ja, dat duurt allemaal lang en ja. Nu staan ze wel 1-0 achter. Ja. Dat is niet best, hè? Nee. Gaat PSV nog winnen? Dat hoop ik wel. Maar ja, daar is niks aan te doen. Je hebt wel een leuke avond? Ja, zeker. Ja, uiteindelijk werd het dus 1-1. In onze uitzending van morgenochtend horen we ook de reacties van de spelers zelf.